De vrouwen van hockeyclub MHC verloren zaterdag de finale van de Silver Cup van het Nijmeegse Apaleiotis. Met 3-1 gingen de dames onderuit in de eindstrijd van dit bekertoernooi. Aan tafel kiepster Noemi Niveen en trainer Ties Willems. Welkom. Dankjewel. Ja, Noemi, is de teleurstelling nog heel erg groot een paar dagen na het verliezen? Een beetje, zou ik zeggen, ja. Ja? Ja, toch wel. Als je er weer over nadenkt, als je er nu weer over spreekt, dan denk ik, oh, shit. Hadden we echt moeten winnen, ja. Ja, want ja. Even voor de kijkers thuis die niet in het hockey zitten. Ja. Hoe groot is die Silver Cup? Ja, zo groot als dat je hem zelf maakt, zullen we zeggen, ook sowieso. Dus ik denk ook sowieso in het begin, bij ons leefde het nog niet echt. Waren het wedstrijdjes die we op vrijdag speelden en prima. Maar tegen dat je kwartfinale, halffinale gaat spelen, denk je, wow. Dit wil ik echt heel graag winnen, zou ik maar zeggen. Mm. En ja, Silver Cup zelf is ook heel erg groot. Ja. Ik was zo groot of okay. Zo. Dus, hij is letterlijk heel groot. Ja, hij is letterlijk heel groot, ja. Ja, ja. Dus, maar ja, het is gewoon, het is sowieso voor iedereen die er naartoe leeft, is het gewoon heel groot. Een heel groot ding, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Ties, heeft die teleurstelling bij jou al een plekje gekregen? Nog niet helemaal. Nee. Nee, het draait nog wel eens door van wat had ik anders moeten doen of had ik andere dingen moeten doen. Dat is altijd waar je dan mee speelt. Maar dat is eigenlijk met alle wedstrijden waar je denkt van, die hadden we wel kunnen winnen. Dan ga je elke keer kijken van, ja, waar hadden we iets beter kunnen doen of anders kunnen doen. En tot welke conclusie ben je gekomen? Dat ik toch een verandering die ik wilde toevoegen in de rust misschien toch had moeten doen. Dat denk ik. Maar dat is. Wat was? Ja, dat is een technisch verhaal. We zetten druk naar voren en ik wilde eigenlijk, dat lukte niet helemaal zoals we normaal gewend zijn. En ik wilde even een stapje terug doen, dat je iets meer het veld compacter hield. Mm. En dat we het kleiner hielden en dat we vanuit de omschakeling met onze snelheid voorin en aan de vleugels op het middenveld, dat we daar ja, meer kans hadden gehad. Maar dat hebben we niet gedaan. Dat is ook achteraf natuurlijk, maar ik weet ook niet hoe dat uitgepakt had. Maar daar heb ik toen wel over zitten denken. Mm. En dat is iets wat nu speelt. Mm. Maar ja, weet je wel, ik zei net ook al in de auto tegen hem, als wij 10 keer tegen deze tegenstander spelen, dan denk ik dat we er 9 keer van winnen. Echt waar, ja? Ja. Ja. Ben ik van mening. Ja. We zijn geen slechte tegenstander hoor, maar ik denk dat wij overal een aantal spelers hebben die wel ver boven dat niveau kunnen uitstijgen. Ja. En nu zag je wel dat ook bij heel veel spelers er... ja, het was zenuwachtig. Ja, spanningen, Noemi? Ja, 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 heel erg. Ja? Ja, ja, halffinale kon ik niet eten. Dat had ik nu dan. Ja? Dat is weer heel heftig, maar nu kon ik in ieder geval wel eten. Maar ja, ik zat ook in de auto ernaartoe en ja, ik kon gewoon niet meer stilzitten en zo. En op zich ging dat er wel uit zodra de wedstrijd begon, maar ik denk ook bij sommige meiden dat dan niet zo was, zullen we zeggen. Mm. En het is ook best wel logisch. Ik bedoel, het is ook iets... Heel spannend, heel groot. Je wilt graag winnen, ja, dan heb je altijd die spanning. Ja. Dus, want is het voor jou de eerste keer dat je op zo'n podium staat? Ja, voor mij wel. Ja. Ik denk voor sommige meiden hebben ook al wel landskampioenschappen en zo gespeeld volgens mij. Dus daar was het misschien wat die zenuwen wat minder, maar voor mij was het wel ja, een grote finale. Kun je, als je de wedstrijd erbij terugpakt, 3-1 verloren, hoe verliep die wedstrijd en waar ging het mis uiteindelijk? Nou ja, goed, we starten ook niet echt sterk. We hadden niet de druk waar we normaal goed in stonden. En zij maken een 1-0. Dat was volgens mij een prima goal. Die kan ik niet meer helemaal voor de geest halen. En wij komen snel op 1-1 door een corner. Die zat er prima in. En ik had toen het gevoel dat het ijs een beetje begon te breken onze kant op. Ja, ja. Alleen dat was toch niet helemaal het geval, vond ik. En... was het al voor rust 2-1? Nee, het was 1-1 in de rust. En eigenlijk kwamen ze toen heel snel een derde kwart op 2-1. Ja, eigenlijk een hele slimine goal om zo maar te zeggen. Ja. En we hadden ook een gele kaart. Mm. En dat was echt wel een dikke 5 minuten dat we met een man minder speelden. Ja. En dat was voor mij wel, daar hadden we het net ook al over, wel een punt dat je daar, we waren net aan drukken om gelijk te maken. Mm. En dan krijg je gele kaart en dan moet je zitten en dan zijn we 10 man. Ja. Ik denk dat dat wel een omslagpunt geweest is ook in de wedstrijd. En dat was echt een hele onverdiende gele kaart. Ja. Want die man die dacht iets gezien te hebben wat er echt niet was. Mm. En naderhand gebeurt er eigenlijk vice versa. Deden ze ook een zo'n soort actie. En die kregen geen gele kaart. Dus okay. Dan... Ja, het zat ons niet echt mee in de wedstrijd. Nee. Weet je wel,
We hebben best wat kansen gehad en allemaal net niet. Mm. En ook een goal die erin gaat, waar ik denk van nou, die krijgen we normaal nooit tegen. Dat is niet naar Noemi kijken, maar gewoon naar het hele team kijkend. Nee. Weet je wel, maar dat is, dit lag niet mee, maar dat zijn allemaal dingen die dan spelen. Maar dat is ook een finale. Ja. Hè, je ziet dan dat, we hebben een aantal we hebben eigenlijk een heel jong team. Mm. Het merendeel zit tussen de 18 en 20 jaar. Mm. Ja, dan zijn dit soort wedstrijden heel spannend. Ja. Je zag wel de oude, 24, 25, dat die daar veel minder moeite mee hadden. Ja. Kunnen jullie toch ook genieten van het feit dat jullie gewoon een hele bijzondere prestatie uiteindelijk hebben neergezet met het halen van die finale? Ja, jawel. Ik denk achteraf sowieso wel. En ook als je nog steeds naar die foto's kijkt, denk je wel van, oh ja, als ik hier zo naar kijk, denk, word ik meteen blij. Denk ik, ja. Dit was zo vet gewoon. Dit was de halve finale, hè? Ja, dat was echt niet normaal gewoon. Nou, een grote opkomst. Ja. Ja, dat is zo leuk en gewoon zoiets, ja, echt zoiets vets om mee te maken. Mm. Maar het moment zelf was echt wel gewoon huilen en gewoon echt teleurstelling. Mm. Maar ik denk ook op dat moment zelf dat we ook tegen elkaar zeiden van, joh, we moeten ook gewoon super trots zijn op wat we hebben neergezet. Dus ja, het is heel erg dubbel sowieso. En ik denk dat het sowieso bij iedereen nog wel teleurstelling is, maar ook echt wel trots. Hè. Ja. Jullie zijn in de reguliere competitie vijfde geëindigd. Was dat ook naar tevredenheid, meneer de trainer? Nou ja, goed, weet je wel, we hebben vorig jaar weer heel veel nieuwe mensen moeten inpassen. En dan merkte je wel in het begin van het seizoen dat we wel moeite mee hadden. Mm. Toen hadden we ook een aantal blessures achter elkaar. We zijn niet zo geweldig gestart, maar we zijn wel goed geëindigd. Mm. En ik denk dat er nog steeds heel veel potentie in dit team zit. En daar blijven gelukkig heel veel meiden dit jaar wel. Ja. En ik heb eigenlijk twee jaar achter elkaar heel veel mijn dames moeten vervangen. Maar eigenlijk altijd wel goed gekomen. En ik denk de sfeer en het team op zich, super. Hm. Weet je wel, en ik denk dat we ook een heel leuk seizoen hebben gehad met elkaar. En ik dacht vijfde ook prima, maar we hadden bij wijze van spreken ook derde kunnen worden. Ik denk niet dat we kampioen hadden kunnen worden, maar we hadden wel meer mee kunnen doen. Ja. Ja, dat is allemaal achteraf natuurlijk. Ja, ja. Maar dat ligt gewoon in een paar wedstrijden waar het even niet loopt. Ja, nee, ik denk dat vijfde ook een prima resultaat is. Hm. En ik denk dat we met heel veel plezier naar dit seizoen terugkijken. In de competitie, maar ook de Silver Cup heeft ons ook wel heel veel extra gebracht. Want net wat je vroeg, als je die foto's nu ziet. Ja, dat was gewoon... Kippenvel moment en... Ja, dat was prachtig. Ja, echt zo. Ja. En die finale, weet je wel, we kunnen er heel moeilijk over doen. En achteraf werden de tranen wel. Dat is wel mooi ook. Dat zijn mooie momenten die je zelf ook niet meer vergeet. Nee. Want samen ook verdriet delen, daar maak je ook gewoon... daar krijg je ook wel een relatie mee voor je hele leven. Mm-hmm. Ja. Dus ja, dan spreek ik ook uit ervaring ook nog. Want ik heb ook heel wat finales verloren. Oh. Dus, heb je ook gewonnen? Ook gewonnen. Ja, gelukkig. Dus, ligt aan jou. Nee, ook gewonnen. Dus, maar dan zijn die gewonnen momenten nog mooier. Ja, nee, begrijp ik. Dus, en ik ga er gewoon vanuit, dat hebben we ook naar de hand gezegd. Ik zeg, denk eraan, volgend jaar gaan jullie weer ver komen. Ja. En ik kom bij de finale kijken. Jij komt kijken, dus je bent niet meer trainer van MHC dames. Nee, dit was mijn laatste kunstje. Oké. Stop je ook dan helemaal als trainer? Nee, ik heb een nieuwe uitdaging. En waar ga je naartoe? Rosmalen, dames en heren. Oké, terug naar Brabant. Terug naar Brabant en een klassetje hoger. Om eens een keer te proberen. Dat is een uitdaging voor mezelf. Oké. Blijf jij wel, Noemi? Ja, zeker. Ja. Nou, dan ga ik jou heel veel succes wensen met MHC volgend seizoen. En jij in Rosmalen ook heel veel succes natuurlijk. Dankjewel. En dan ga ik de kijker bedanken voor het kijken naar deze aflevering Maastricht Belicht. Ik wens u een fijn weekend en graag tot volgende week. Doei.